Hendrik Nielsen. Van Gent, Hendrik Nielsen. Het is weer een trok, helemaal aan de buitenkant, maar aan de binnenkant komt die dichter bij Sjoerd Rosenberg. Dan is het derde uitslag. Gent, Hendrik Nielsen. En dan een kort dit bij elkaar. Ja, kijk, Gerke Hummel, hond naar de derde plek. Ja, ja, Sjoerd Rosenberg, Gerke Hummel, derde uitslag. En dan de 24 van Gent. Goed uit en opkomen. Sjoerd Rosenberg krijgt het nog moeilijk, want die kleine Hummeltje die is onderweg hoor. Hij kijkt achterom. De man die gisteren naar de En daar komt hij, de 7, hier op kop. Dan krijgen we de 20, Gerke Hummel. De 2, Sjoerd Rosenberg. Dan de 12. Herdijkstra, de 24 van Jens Hendrik Nielsen. Jens Hendrik Nielsen, de 25, Sjoerd aan Mitsen Gordon. Die mag u bijschrijven, dames en heren. Wij gaan op naar de derde start, de internationale Dutch Open Special. Met aan de start, startnummer 22, Roy Verbrugge. Dan krijgen we daarnaast de 11. Martin Pastoor, de 28, Anthony Swart, de man die verrast in Adi was in de tweede plaats. De 3, de gele trui, draagt Mike Groen, de 25 van Mick Gordon. We zijn nog terug in de best op. Uit de Rotterdam, 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 Rotter
Jim Hoog, Daniel Pijn, Heer de Geijker, Kerk. Daar komt Theo, hij probeert het nog. Zit hem helemaal uit, maar dat is... Jim Groot, dan is het Theo Pijper, dan is het Erik Eijbergen, dan krijgen we 6 minuten. En dan wacht op de 21ste van Patrick Verbrugge. Start nummer 4, en dat is Jim Groot, 4 punten. Harry Trent, Harry de Vegen, Vroeghoofdstandigheden, Niederwijker, Goedemiddag, Hammer.
28 jaar coureur in de... Oh, dan is zo... Ja, kijk,
Hij denkt van jongens, links en rechts voorbij. Ja, de machine loopt nog. De technische man ziet het rent erbij. Hij denkt van shit. Hij is toch de technische man. Hij is zo. Geef u een applaus, dames en heren. En dan is Jens de Valkema. En Jens is dan de volgende van de hand. En hij is al 28 jaar. Dank allemaal hier op de fietsen in Uithuizen. Nou, die kan met twee vingers in de neus van Max Meester zitten. Hier rustig, aan de vierde. Of dan komt er nog een erbij. Laatste ronde, Pieter Goosema. En dan de Hans Goosema. En dan de Rolly Goosema. Daar komt in het door, Hans. Daar is het. Ja. De 23, kan de 1 van Wiebe. Steunen van Robby. Nou, armen naar beneden. Licht op grond. Oh, nee, 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 de kleine van onderweg. Ja, ja. Dan is het een beetje bij elkaar. Dan is het een beetje op de grond. Dan is het een beetje op de grond. Dan is het een beetje op de grond. Dan is het een vierde plaats. Maar Wouter staat twee. Nu aan de leiding René Looy. Wouter Bron. Paul Dijkstra. René van der Rollen. Paul Koolhaas. En als laatste de
man die gesteund wordt door Schilderbedrijf, Gerrie van Dijk, door de HG-vereniging, door Euro, door Arruin, door Henk Dieven, die heeft er een. Raymond Woordman. In de zeven.
Johan Berg. Dan mag je ook een oefening krijgen. Ja, dan. De oefening krijgen. Ja, meneer Anders. Jan in de Dorp. Worden eerst op de machine en dan nog goed rondgaan. Hier op de piste in Uithuizen. Nou, dit is Fabriek Nederland van Bommel. Remo Voortman op een tweede plaats. Daar is Johan in en dan Janine. Daar komt hij weer. Johan Berg. En dan wacht op Janine Dorf. Het is grote tijd. Janine Dorf. Henk Berg. Ja, dat is een overeenstuit. Ja, dat is een idee.
betalen allemaal 5 gulden aan de prijs. Gewoon spektakel, veel muziek en veel show. Hier op jou, Marco Boris en Brouw de Hammer. Jojo, 130 plaatsen, pas voor de vrienden. En de laatste hoog, Marco Boris van Hammer. Jacob Joensen, Jojo van der Warf, Rudolf Meijer. En dan krijgen we nog de Nieuwzaal en Bert Rans. Start nummer 1, Marco Gori, Lan Hammer, 4 punten. Start nummer 1, Nieuwzaal, Bert Rans, 1 punt. Had de finale kunnen zijn van de Specials Nationale Groep A. Van naar de kop, haakje! Ja, dat is bij de gaten. En dan is het Marcel Haakje in de maat. Dan is het Marcel Haakje. Dan is het Marcel in de leiding. Ja, Marcel Haakje. Haakje in de maat. Op de kop. En dan Jacob eronder. Hij draait Leon bij de kop. Dan is het achter de kop. Marcel Hofstee in de kleuren van Koninklijks Legionaren uit Duitsland. Haakje in Eetema, de man van de Kultusvraag. Dan is het Oostenrijk, dan is het de leider in de Kultusvraag. En dan is het de Kultusvraag. Wij kijken naar de Kultusvraag. Dan is het de Kultusvraag. Dan is het ook nog een plan. Ik ken hem aan de buitenkant. Ja, wat moet je nou moet je afgeven, hoor. Dan is het Jeugd Eetema, die aan de leider is. Marcel Hofstee. Haakje in Eetema, Oostenrijk. Ja, kom. Ja, en dan heb je een bril vol zitten. Dan moet je even aan je rol aftrekken.
Maar dat is Erik Eibergen op de Wielerbergsma-motor. Gerke Hummel aan de binnenkant bij Sjoerd. Gerke Hummel. Erik Eibergen, Steven van der Elf, Gerke Hummel, Sjoerd Rozenberg, Bert Dienen. En dan krijgen we Raad van Onze. Erik Eibergen. Steven van der Elf. Gerke Hummel. Sjoerd Rozenberg. Staat nummer 1, Steven van der Elf, 3 punten, in totaal op 10. Totaal. 6, 10 punten, 1, 3 punten, 20, 5 punten, nieuw groen, en de 24. Aan de weg.
Jackie de Vries kwijt, Michael. En dan is het Bert Dijkstra. Laatste ronde, Anthony Swap, Jackie de Vries, Michael. Laatste ronde. Even kijken, Anthony Swap. Jackie de Vries, Michael. Blijf op hoor. Wat gaat er gebeuren? Nummer 9. Ja, hij weet het. Ronnie Dijkma. Ging om de eerste tegen het met 7. Nou, kijk eens hier. Ze gaan de eerste bocht in. En is Gentle met de laatste bocht. De tweede plaats, de standaard van de derde, de meester van de vierde en de 114 Frederik Alva op de vijfde plaats. Ja, wij willen graag zien wat er gaat gebeuren. Jens de Valkema, buiten Bron aan de binnenkant, die zetten we er niet in, maar die komt daar ook niet in. Jens de Valkema, de meester van de wallen en als laatste de Frederik Alva. Kijken alleen, we zien ze komen. Wouter Brom op de mandingelkamer staat. Jesse Valkema, Paul Dijkstra er heel dichtbij. En als laatste de 114 man. Frederik Alkema. Prachtuurend. Frederik Alkema. Wouter Brom, Jesse Paul Dijkstra. Wouter Brom, Jesse Valkema, Paul Dijkstra, een van de wallen. En René Lloyd in de tribune. En René Lloyd, de Valkema aan de bovenkant. En die komt daar weer door. Die komt lachen met de Paul Kolaas uit de Van der Bouwer. Paul Kolaas. Maar daarvoor. René, ja, dat is strak. Vijf, acht, arrivé. Eén, de Valkema. 23, op de de man die ook aan de lijn gaat, de klas met 500 senioren. René, Paul. Zo gaan de heren allemaal het voorlaatste ronde op de lijn. Aan de lijn, doei. De man die een eigen autobedrijf heeft. Zo'n ronde, wijs voor het zondagrecht team. Dan 21 Paul Kola, Antis Holman, Wiebe Valkema. De 15 Harry Schier, in het veld. Alles wat er dat zijn. Ja, dat gaat ook de wel. Maar ook aan de vrienden van de Holman, 3. Paul Kola, 2. Dan is het de eind, 23. Hey, knap! Head off! Nou, we hebben een partij. We hebben een partij. En we hebben een vriendenzame Bertrand weer met een rustig voor. Op de grote manege in Lamrock.
laatste ronde. Julian Matthijs, Ronald Melk, Peter Maas, Rieke Zouden, Bert, Frans. Julian Matthijs, solo rijder in de Spelen Nationale, gevaren. Thank you.
staan Arjen Borg komt heel dichtbij van onze kopman Hendrik Kaan hier uit Nieuw-Rode. Die gaat met de linkerhoofd rijden. Dat komt mee. Nou, daar komen die hier hoor. Thank you.
60, Marcel Hofstede, Joffie Offenberg, Johan Lassen, Henk Rijs, Henk Stam. En de 42 van Leon Verbeer. Krijgt een achtste plaats. 30, Lieve Groen. H.J. Rinkeman aan de binnenkant. En Groen. Heel goed. H.J. Rinkeman. Nino Bouwman. Jacob Mulder. Wim Kruijs. En Otto de Jong. Maar wat een stijl hebben die 18-jarige Henk Diepoort. H.J. Rinkeman. Nino Bouwman. Jacob Mulder. Wim Kruijs. En wat was de Jong. Wij hebben al een 60 jaar. Ik wil graag een toekomst. Nou, dat is het. Om. En de lijst. Maar. Henk Diepoort. De 7, de 14, de 18,
de wacht op de zijde van Dürrenbroek. De helft van André Reesta. Voor de finale van de halve minuut. Als laatste René, René van der Wallen. Tot ronde, de 18. De armen gaan naar beneden. De zicht gaat op groen. En we gaan eens kijken. Hier staat een kopstuit. En hier staat René Looy. Met boven hem, die bevalt er aan. Binnen de kopstuit zit Paul Dijkstra. En dan is het 2 van Wouter Bron op de manswinkels gaan we zaken. Maar het is de 3 van René Looy die de leiding heeft. Paul Dijkstra zit op het schrikjeveld. Dan is het 3 bevalt er aan. Dan is het Wouter Bron, Bron. René van der Wallen, Jesse Valkena. Dan de 21 en de 23. Paul Bola, André Bromman. En weer Paul Dijkstra. Hij zit aan de binnenkant van René Looy. Nooit voor de mijn of hij moeder de hebben gepasseerd. Nu wel, Paul Dijkstra, René Looy, Wouter Bros, Riebe Valkema, René van der Wallen, Jetsen Valkema, Paul Kolaat, André Boma. Wel, in de finale, in de 500 minuten. En René, hier nog wat van plan, Paul Dijkstra. Paul Dijkstra, René Looy. Wouter Bron, René van der Wallen, Riebe Valkena, Jetsen Valkena, Paul Kolaat, André Boma. Laatste ronde. Het is de 6, Paul Dijkstra, de 3, René Looy, de 2, Wouter Bron, de 8, René van der Wallen, de 1, Riebe, de 8, Jetsen, de 21, Paul, 23, André. De 18, René van der Wallen, op de 4e plaats. De 1, Riebe Valkena, op de 5e stek. 4, Jetsen Valkena, op de 6e. De 21, Paul Kolaat op de 7e. En de 23, André Zoma, op de 8e plaats. En als laatste de 5, Ziegezaal en Ben Brand. Marco Gloria, Harry Ren, en met mij. En Roosel, Jojo. De Europese topper, Marco Gloria, minuutje of 10, 5. Voor de 3, Tony en Matthijs, van Osamen. Dan de 11 voor Rindy Berg, ja, nog heel dicht. Osselaar komen, nog één ronde te gaan. Marco Glory, Wout Hammer, William Matthijsen, Roel Pellen, Rindy Berg, Jacob Jongen, en van Jojo is het zo. Dit is het eind van Israël en Frans. Laatste ronde, Marco, William Matthijsen, Rindy Berg, Jojo. En dan komt Ireland. Marco Glory, Wouthamer op het eerste plaats. De 3, William Matthijsen, Roelof Mellen op het tweede stek. De... Specials Nationale, de eerste drie van de A-finale van de B-groep. Ja, het is wel ingewikkeld. Ik wil graag hebben Jannes van Buinen op een eerste plaats. Op een tweede plaats Dirk-Jan Tjonker. En op een derde plaats J.H. Vriesema. In de B-groep van de Specials Nationale. Dan gaan we naar de Specials Nationale. Hij zei het al vanmiddag met predootjes tegen een strijker. Winnaar startnummer 16, Henk Boshouden Horde. Op een tweede plaats, Wiebel Bouwmeester. En op een derde plaats, H.J. Rinkema van Disco 2 Prime uit Zon.
wel in, ja. Nou, hebben we nog een bloemenjak al? En natuurlijk Barry Spikman. Marsmuziek van JDP en een ere ronde van deze hele buiten. En dan, dames en heren, gaan wij ons opmaken voor de finale. De C-finale, de B-finale en dan de A-finale. Ze staan allemaal klaar. Ze staan allemaal klaar, Bert. Ja, het is allemaal klaar, hoor. Goed, Henk. Wij gaan weer in het benauwde hok. En jij de microfoon. Ja, we gaan nog even praten over de special senior, hè. Het is ook gebrand natuurlijk op die eerste prijs, maar Mikey zei in de pauze, als ik erop blijf zitten en ik word 2 of 3, dan heb ik toch weer een paar puntjes gepakt ten opzichte van mijn concurrenten. En dan kan ik met een gerust uit richting later op gaan. Ja, hij wil alles of niets spelen, heeft hij gezegd, maar hij pakt sowieso winst, hij wordt 6e en de andere heren die zitten in de B-finale. Dus ja, we mogen hopen dat hij de 4e wedstrijd gaat winnen. Hij is 1 keer 2e geleden, 3 heeft hij er gewonnen tot nu toe. En dan Anthony Swap, Vladimir Trofimov, Gerard Kort. Wie zal er nog meer in spelen van de helft? Het zijn allemaal toppers, denk ik. En ja, we weten het over een 20 minuten, denk ik. De mensen op een tweede en derde plaats. Joe Rosenberg staat 4e, geloof ik. Theo bij de tweede. Die hebben ingeleverd, hè, vandaag. Ja, maar net wat Mike zei tegen jou, door de buitenlanders te contracteren, dan kan het goed uitvallen, maar kan het slecht uitvallen. Nou, voor hem deze keer goed en volgende keer niet goed. Dus ja, hij heeft geluk gehad. Hij heeft toch goed gereden, 2 keer gewonnen. De derde serie met het kopje gereden, van had hij aan 1 puntje genoeg voor de finale. Dus ik zeg op mijn beurt, hij gaat ervoor en ik hoop gewoon dat we Nederlander op eerst gewonnen hebben. Dan hebben we de nationale gezien, daar zitten een paar hele goede rijders in, van ik. Henkie Bos. Ja, Henk die komt eraan, maar ook een Otto. Otto is nog wat jong of wat wild. Maar Henk Bos, Wiebel Bouwmeester, die jongens die zijn onderweg. En ik denk dat we voor volgend seizoen toch een aanwas krijgen in die special senioren. Die voor de baansport en de breedte heel goed is. Goed, Cor. Jij gaat gauw weer in je konijnenhockey. En wij blijven hier even zien. Nou, Henk had het over de konijnenhockey, maar de voeding is hier beter in, hoor. Geen wortels in sla, maar gewoon goede lunch, een kette koffie en alles wat we nodig hebben. Nou, dit is een hele mooie GMB-bus met een luifeltje. We hebben geen kogelgraad! En zie je! Ja, Bert, die is nog wel goed. En kijk maar, en dan is het Martin Pastoor. En Sjoe die levert een hoop punten vandaag. Maar daar komt hij, Bert Diener, Bert Dijkstra, Emiel Groen, Gerke Hummel, Sjoe Drausberg en Martin Pastoor. En dan is het de Sjoe de derde plaats staat met 82 punten. Dan levert hij vandaag toch heel veel punten ten opzichte van de leider Mike Groen, maar ook op Theo Pijper. Nou, de heren die zitten vol gas rond. Wat gebeurt er, jongens? Martin Pastoor staat. De man met Pieter Wachter, wat geweld, dat mooie Bertsmaak en Duitsland. Pieter Leiding heeft nog 0 op weg te gaan. Bert Diener. Bert Duitsra. Gerkerbol. Laatste ronde, op de plaats 7 van de 12.
En dan kijken we. We hebben nog één ronde te gaan. Dan is het 4000. Dan is het Jensen Nielsen. Pijper die heeft dit met technische problemen. Nee, zijn Donovan Knop, Jim Groot. En we wachten op Theo Pijper. Die zijn knop verloor op de touwtjes los kreeg. En de derde. Hij heeft hele goede zaken gedaan. Anthony Swap,
als eerste Gerard Kok als derde en daartussen Mike Groen. En Mike die had al de leiding stevig in handen, maar nu nog steviger. En dat zal natuurlijk gerust werken richting de wedstrijden in Lampre en richting de finale in Roden. Een grote sprong in het klassement, hè? Je pakt heel veel punten op Hughes en op Theo en op Erik Eijbergen. En zonder geluk gaat niemand wel. Nou, dames en heren, winnaar van de vijfde wedstrijd van de International Dutch Open, de toppiloot uit de Tsjechië, Antonie Swap. Yeah! Jan Piederman uit Zweden heeft de kleurentelevisie gewonnen. Op een tweede plaats, de man die gouden pedal moest halen, Mike Groen uit Nieuw-Leuzen. En op een derde plaats, de man die goed in zijn vel zit, Gerard Kok. De beker. En de champagne? Nou, dat wordt niet gespoten. Wat ging je daar aan? Nou, die lust hem wel. Nou, Gerard, zien de jongens van TV Noord staan? Denk om de champagne, hè? Ja. Nou, Mike die zegt tegen de man die de beker aanbiedt, de Jacobi-bokaal, ik neem geen risico. Ja, en ik wil graag het Tsjechisch volkslied van JDP Geluidstechnieken. Wait a moment. Even wachten. Nu maar het volkslied, Mike gaat er ook even bij staan. En de pet af, jongens. Dames en heren, geeft u een applaus aan Antony Swap, Mike Groen en Gerard Kok. Mike, deze kant nog even op. We hebben Gerard al gehad. 11 punten op Theo gepakt en zelfs 16 op Sjoerd Rozenberg. Ja, geen goed gedaan. Hij kwam een beetje rekening gewoon in de finale. Ik had eerst geprobeerd, gedaan met een voorganger. Het had misschien gekund, maar dan had ik zoveel risico moeten nemen. Dat was gewoon dom geweest als ik dat deed. Want dan. Ja, ik was gevallen, maar dan was je punt helemaal kwijt geweest. Ik denk die ene punt dat. Dan gaan we eens even vooruit kijken. We krijgen zondag Latrop. En dan hebben we nog daartussendoor nog weer een Grand Prix. Je staat nu 12 in het wereldkampioenschap gras en langbaan. Je hebt in Abingdon een off day gehad, jij niet, maar beide blokken die zijn opgeblazen in de training. Hoe ver is het daarmee? Alles weer klaar straks voor de grote wedstrijden? Ja, slager is er druk bezig om alles weer gereden te brengen voor de volgende Grand Prix. En, ja, het materiaal dat ligt er niet aan. Ik hoop dat ik zelf goed fit ben en dat ik dan hoog kan komen als in Abingdon. Natuurlijk was ik eigenlijk heel goed weg. Maar ik hoop dat ik de B-finale een keer mag halen en dan hoop ik die 12e of iets hogere plek over het vasthoud kunnen houden. Dan kijken we nog even vooruit. Heb je nog contracten hier in Nederland? Waar rij je nog deze maand? Iedereen komt er nog aan. En we hebben nog weer het buitenland heel was. Zittenburen natuurlijk nog het einde van het jaar. Of het einde, maar het duurt nog even. En eigenlijk elk weekend druk. Je kijkt uit naar Roden, denk ik. Vorig jaar door een blessure 4-5 wedstrijden gewonnen, 2 niet gescoord. Je staat nu horizont op kop. Ja, maar het seizoen is nog niet afgelopen. Kijk, één slechte dag ertussen en naar huis Sjoerd of vandaag. Misschien gaat het een baaldag. En voor hetzelfde geld heb jij dat de volgende keer. En dan mis je nog heel veel punten en dan komt het heel weer snel. Natuurlijk in de rij, dus het is lekker. Gefeliciteerd en gauw naar het rennersbedier, want je ziet er echt uit. Dames en heren, geeft u ze nog een applaus mee. Mike Groen, Gerard Kok en onze eigen Antonies.